Een droge huid hydrateren met de beste huisremedies. Een droge huid hydrateren met de beste huisremedies. Het kan lastig zijn om een droge huid te hydrateren. Gelukkig zijn er veel huisremedies bekend die je hier goed bij kunnen helpen. Een droge huid hydrateren vereist producten die uitermate voedzaam zijn. Voor dit huidtype zijn essentiële vetzuren, vitaminen en mineralen belangrijk. Je kan vele producten kopen. Maar er zijn er ook een aantal die je thuis kan vinden. In dit artikel ontdek je de 10 beste zelfgemaakte producten om je huid te hydrateren. Waarom is je huid droog? Erfelijkheid speelt een belangrijke rol in het bepalen van je huidtype. Maar er zijn vele andere factoren waarmee je rekening moet houden, als je manieren probeert te vinden om je huid gezond te houden. Het voedingspatroon, gezondheidsproblemen, leeftijd, hormonale veranderingen, het weer en vervuiling, giftige gewoonten zoals roken. De factoren die we vermeld hebben, tonen aan dat een droge huid hydrateren niet alleen kan door vocht inbrengen de crèmes te gebruiken. Je moet nagaan welke van deze factoren de droogheid van je huid veroorzaken. Het regelmatig gebruik van natuurlijke huisremedies kan ook veel helpen. Lees ook dit artikel, 6 maskers voor een droge huid. Een droge huid hydrateren met deze top 10 huisremedies. 1. Olijfolie extra virgin. Olijfolie is meer dan een essentieel onderdeel van een volledig en evenwichtig dieet. Het bevat veel voedingsstoffen en essentiële vetzuren. Die maken het een heel doeltreffend huismiddeltje voor de verzorging van de huid. Je droge huid zal het gemakkelijk opnemen wanneer je het op je huid aanbrengt. Probeer de olie een beetje op te warmen zodat je poriën het beter kunnen absorberen. Je kan olijfolie ook gebruiken om jezelf een zachte gezichtsmassage te geven. Avocado. Deze vrucht is een superfood. Het bevat veel eiwitten, vet, vezels, antioxidanten en essentiële vetzuren. Het bezit met andere woorden alles wat je nodig hebt om je huid stevig, glanzend en gehydrateerd te houden. Je hoeft alleen het vruchtvlees van de avocado te pletten en op je huid aan te brengen. Laat het dan 30 minuten inwerken. Daarna spoel je het af met water. Je zal onmiddellijk zijn effecten zien. Een droge huid hydrateren met bananen. Rijpe bananen zijn de beste vruchten voor een droge huid met vlekken. Het is een veelgebruikt ingrediënt in zelfgemaakte gezichtsmaskers. Dat komt omdat het ook acne en rimpels voorkomt. Havermout. Havermout zijn gezonde granen die de huid hydrateren zonder irritatie te veroorzaken. Dat is een gevolg van het feit dat ze slijmerige bestanddelen bevatten. Het is een geweldig middel dat je kan aanbrengen op de huid die te gevoelig is voor andere producten. Om havermout op je gezicht aan te brengen moet je het eerst vermalen. Je kan ook havermeel met een beetje water gebruiken. Op dezelfde manier kan je ook de huid zachtjes exfoliëren, terwijl je het van je gezicht verwijdert. Dit komt omdat het een zanderige textuur heeft. Melk is een erg gezonde remedie voor de huid. Want het hydrateert je huid zonder het gevoel achter te laten dat de huid vettig is. Lang geleden hadden mensen de gewoonte hun huid te verwennen met melk van verschillende dieren, zoals ezelmelk.
Dit helpt om de huid te hydrateren en te herstellen. Vele gels en schoonheidsproducten bevatten dit bestanddeel. Dat komt omdat het helpt bij bepaalde medische aandoeningen zoals eczeem. Honing is niet alleen voedzaam. Het is ook een middeltje voor vele huidaandoeningen. Het hydrateert en verjongt de huid. Bovendien beschermt honing de huid tegen vrije radicalen. Eigeel bevat veel vetten en vitaminen. Het is dus een geweldig huismiddeltje dat je kan gebruiken in haar- en gezichtsmaskers. Je hoeft alleen maar het eigeel op je gezicht aan te brengen. Wacht daarna enkele minuten tot het opgedroogd is. Mayonaise. We maken mayonaise met eieren en olie. Het is een snelle, doeltreffende en goedkope remedie om de huid grondig te hydrateren en te voeden. Om optimaal van zijn eigenschappen te profiteren is het uiteraard beter dat je zelfgemaakte mayonaise gebruikt. Want die bevat geen toegevoegde stoffen. We bevelen ook dit artikel aan. Hoe maak je veganistische mayonaise? 9. Yoghurt. Natuurlijke yoghurt hydrateert en verzacht de huid. Tegelijkertijd maakt het de huid glad en geeft het een stralende glans. Je kan yoghurt voor elk huidtype als een masker gebruiken, ook voor de gemengde huid. Het resultaat is dat het jou een stevige stralend huid geeft. Cacao. Misschien heb je al gehoord van behandelingen om de huid te verzorgen die chocolade bevatten. Dan weet je al dat cacao geweldig is voor je huid. Het bevat veel antioxidanten. Bovendien bezit cacao het vermogen om een droge en geschupte huid te voeden. Dat betekent dus dat het een perfect ingrediënt is om zelf gezichtsmaskers te maken.